Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering in onze serie Het Meesterwerk van God, waar ik in gesprek ga met Henk Binnendijk. Henk, goedenavond. Dag zo. Ja, we hebben het vorige keer gehad over dat Johannes, die het boek Openbaring schreef, die de openbaring van God kreeg, dat hij de stilte opzocht op Patmos. Dat hij daar de openbaring van God kreeg. En ja, deze keer gaan we het hebben over die grootheid van God en dat hij toch, ondanks dat hij de God is van het universum, dat hij toch die kleine mensjes heeft gekozen om zijn meesterwerk te openbaren. Ja, het feit dat Johannes dus inderdaad op Patmos zit en geweldig veel van de sterrenhemel ziet, wil ik even vanuit die hoek dus vertellen. Er zijn 70.000 triljoen sterren, dat is een 7 met 22 nullen. En als je dat nou probeert eenvoudig voor te stellen, God schiep hemel en aarde. Die sterren die zijn, dat zijn we ons niet zo bewust, om ons heen. Die sterren staan niet alleen boven ons, maar als je op in de woestijn een keer slaapt, zie je dat. Dan gaat het van horizon tot horizon. Mm. Dan zijn de sterren links van je en rechts van je en voor je en achter je. Maar ook onder je, ja. Want we zien alleen de bovenste helft dus maar. Dus dat heelal is vol van die 70.000 triljoen sterren en God koos er één uit. Mm. Zo ongeveer moet het gegaan zijn. Hij koos er één uit, een middelmatige ster. En, want wij denken in termen, dat is de zon en dan hebben we sterretjes, maar de zon is maar een middelmatige ster. En die ene ster noemde hij zon. En in de buurt van de zon zocht God een planeet uit. Ja. Niet te dichtbij, want dan zou alles verbranden. Niet te ver af, dan zou alles bevriezen. Hij zocht een planeet uit en die noemde die aarde. En de aarde ging die bewoonbaar maken voor mensen. Als je dat ziet in het begin van de Bijbel begint al met het boek, in het begin schiep God de hemel en de aarde en dan wordt ons verder verteld hoe God dat allemaal maakte in die begintijd. De bomen, de struiken, de bloemen, de dieren, de vogels, de vissen. Mm. En dan komt het hoge woord eruit. En daar gaat het om, denk ik. Dan komt het hoge woord eruit dat God zegt, laat ons, ja, tegen wie ons? Ik denk zijn zoon. Denk Gods geest, dat hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heerschappij voeren over de hele aarde. Wij hebben die tekst volkomen uitgehold. Wij hebben gezegd, nou ja goed, dat heeft hij gedaan. Dus die tekst die doet eigenlijk niks meer. God heeft de mensen gemaakt naar zijn beeld en dat is het dus. Maar de werkelijkheid is dat God tot op deze dag bezig is om mensen te maken naar zijn beeld als zijn gelijkenis. Maar dan ook echt naar zijn beeld als zijn gelijkenis. Maar hoezo heeft hij dat nog niet op die scheppingsdag gedaan, op het moment dat God de mensen schiep? Toen schiep hij ze naar zijn beeld. En dat is het leuke, want de eerste twee mensen die hij schiep waren Adam en Eva. Die waren naar zijn beeld geschapen. Alleen, ze waren lichamelijk, denk ik, volwassen. Ze waren geestelijk baby's. Mm-hmm. Ik vergelijk het wel met een appel aan een boom. Als een boom zijn bloesem laat vallen, een appelboom, dan ontstaat er, dan zie je groeien, een heel klein appeltje. Ja. Als die appel aan de boom blijft, dan groeit die uit tot een volwassen appel. Nou, hetzelfde is met Adam en Eva. God heeft Adam en Eva in principe goed geschapen. Er was helemaal geen kwaad toen. Goed geschapen naar zijn beeld als zijn gelijkenis. Alleen, ze moesten worden wat God met ze voor had. Er was een groei nodig ten opzichte van Adam en Eva. En die zou ontstaan als ze aan de boom bleven hangen. Als ze in contact met God zouden blijven leven. Dan zouden ze, zonder al die andere narigheid die er daarna gebeurd is, ja, tot volwassen mensen zijn geworden die God kon omvormen in volwassen mensen naar zijn beeld als zijn gelijkenis. Maar het liep even anders, toch? Het liep anders, want ja, en dat is natuurlijk ook zoiets fantastisch, hè? God had natuurlijk mensen kunnen maken die niet anders konden dan gehoorzaam zijn. Een fluitje van cent, had hij zo gekund. Die mensen die konden niet anders dan van God houden. Maar dan waren het wel, noem eens wat, robots geweest, marionetten. En wat is liefde als je niet alles kunt dan liefhebben? Dat had voor God geen enkele waarde. Dus God zocht naar mensen die hem vrijwillig zouden liefhebben. Dat was waardevol voor God. Hm. En daarom schiep hij mensen
die de mogelijkheid in zich hadden om nee te zeggen. Hij schiep koppigheid en eigenzinnigheid eigenlijk. Ja, dat kwam later, denk ik. Hij schiep mensen die de mogelijkheid hadden om nee te zeggen tegen de Heere God. Want pas dan kreeg het waarde. Want God zocht naar mensen die vrijwillig ja zeiden. En jij en ik leven in een wereld waarin alles ons van God afleidt. Maar wat voor God zo waardevol is, dat wij in deze wereld God boven alles stellen en dicht bij hem willen zijn. Nou, zo schiep God Adam en Eva. Maar met die vrijheid dat ze nee konden zeggen, en ze zeiden nee. Ja. De duivel kwam ertussen met een heel aardig voorstel. Die zei, God heeft zeker wel gezegd, je mag nergens van eten, van die bomen. Hè? Mm. En toen zei Eva, jawel, we mogen alle bomen eten. Alleen er staat eentje en daar moeten we van afblijven. Dat is een boom van kennis, van goed en kwaad. God heeft gezegd, daar moet je niet van eten. En dan zei de duivel, ja, dat is flauwekul natuurlijk. Hè? Kijk, want God weet dat als je van die boom eet, dan zul je precies zijn zoals God is. Dan ken je goed en dan ken je kwaad. Dus dan zul je zijn, zo zegt hij het letterlijk, zoals God is. En dat trok Eva wel aan. Dus ondanks dat ze heel goed wist dat God gezegd had niet aankomen, deed ze toch. En werd daarmee, wat wij de zondeval noemen, losgemaakt van de Heere God. Dat is natuurlijk... Wij kunnen ons niet voorstellen wat zij innerlijk beleefd hebben. Zij hebben in ene keer, want het was het paradijs. Ze leefden met God. God wandelde in het paradijs. En in ene keer viel alles weg. En kenden ze een wereld van kwaad en een wereld van goed. Maar waren ze niet in staat om het goede te doen, bleek dat ze al heel gauw het kwade gingen doen. Ze schaamden zich vreselijk voor elkaar. Ze gingen zoeken naar bladeren om zich te bekleden. Want voor die tijd, dat is ook natuurlijk wel leuk, voor die tijd waren ze bekleed met Gods heerlijkheid. Mm-hmm. Dat is ook zo'n geheimenis, vind ik. En nu is alles weg. Ja. En als God dan verschijnt, kruipen ze weg. Ze zijn ineens bang voor God. Wat is je wat? Ja. Ze hadden het zo goed en nu zijn ze doodsbang als die verschijnt. Denk je dat God spijt had van het scheppen van Adam en Eva? Nee, dat denk ik niet. Er is wel een tijd gekomen dat de mensheid zo totaal zich van God afkeerde in de tijd van Noach. Ja. Dat er in de Bijbel twee keer staat, het berouwde de Heere God dat hij de mens gemaakt had. Ja. Toen had hij er... Misschien kun je wel zeggen spijt, dit had ik nooit moeten doen. Toen was hij het helemaal zat. Massaal keerden ze zich van God af. Ja. En op één uitzondering na, dat is natuurlijk ook wel leuk, Noach. En God zegt tegen Noach, ga een ark bouwen. En daar konden 2.000-3.000 mensen in. Daar ligt in Dordrecht, ik weet niet of die er nog ligt, een ark die ze nagebouwd hebben. Daar ben ik een paar keer geweest. Mm. Er kunnen 2.000-3.000 mensen in. En Noach wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Ik stel me voor dat hij voor die open deuren gestaan heeft van mensen. Er komt een stortvloed van water. Kom in de ark, dan ben je veilig. Mm. En er kwam er niet één. Nee. Zodanig was. Als God die mensen gang had laten gaan, hadden ze elkaar allemaal uitgeroeid. En God grijpt in en gaat alleen maar verder met Noach en met zijn vrouw en met de kinderen. Daar is hij dus mee verder gegaan. Maar hij toont aan dat God in die tijd er spijt van had. Ja. Dat zegt natuurlijk nogal wat. Hè? Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Ja. Dus God moet gedacht hebben, ik heb te hoog gegrepen. Ik haal het niet met ze. Massaal keren ze zich van me af. Maar uiteindelijk zetten die door en bereikt hij zijn einddoel. Dus dat is natuurlijk wel fantastisch natuurlijk. Ja. Maar in die zin is het waar dat God in een bepaalde periode er spijt van had die de mens gemaakt had. Maar het is op zich wel apart als je erover nadenkt. Want je zou toch denken, God is alwetend. Dus hij wist al dat zijn zoon zou komen naar de aarde en alles zou redden, toch? Ja. Ja. En toch had hij spijt. Ja, ja, omdat het misschien zelfs voor God wel tegenviel. Hmm. Dat de mensheid die hij gemaakt had, ja. Die ze op een aarde gezet had, die hij bewoonbaar gemaakt had voor mensen, dat hij ze in een heelal gezet had wat zijn heelal was en waar hij een plan mee had, dat ze zich zo massaal afkeerden van God. Hmm. Toen dacht hij, ja, dat is natuurlijk menselijk denken, maar dat staat wel in de Bijbel, het berouwde de Heer. Hmm. Dus wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedacht? Misschien toch wel zoiets van, dit had ik nooit moeten doen. Ja. Nou, je vertelde net dat God dan Noach koos om de ark te bouwen. En zo de mensheid eigenlijk redden. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat je terugziet vaker in de Bijbel. Hè? Dat God bijvoorbeeld Abraham kiest om zijn volk te worden. Dat hij op een gegeven moment Jezus naar de aarde zendt. Dat hij Daniël kiest.
Wat zegt dat, dat God dan één persoon kiest om ja, de volgende stap te gaan in zijn plan? Dat vind ik een hele goede vraag. Als je de Bijbel goed leest, dan zie je dat de Bijbel eigenlijk een geschiedenis is uit de aard van God met zijn volk, vooral straks natuurlijk God met Israël, en toch eigenlijk een geschiedenis van, is van God met een enkele persoon iedere keer. Dat is heel boeiend. Ja? Als je dat, ja, in het begin, het begint natuurlijk met Adam en Eva. Dan is het Abel die in Gods ogen, het kost hem zijn leven, maar die het goed doet in Gods. Dan is er een Henoch in een goddeloze wereld. Van hem staat er Henoch wandelde met God. Ja. Dan is er een Noach, waarvan ook staat dat hij met God wandelde, die God gaat gebruiken om die ark te bouwen. Dan is er dus ietsje een Abraham. Ga uit je land, uit je familie, uit je naar een land wat ik je wijzen zal. En God, dat is de aartsvader. Later natuurlijk Isaac, Jacob. Dus, en tot op deze dag is dat zo. Dat God iedere keer mensen uitkiest voor iets heel speciaals en daar heel ver mee komt. Ja. Ik vind dat bij David heel leuk. Hè? Ik heb in mijn tuin een beeldje staan van 80 centimeter van Michelangelo van David. Het echte beeld is meer dan 5 meter groot. Ja, ja. Die past er niet in je tuin? Dat staat niet in mijn tuin. Dat staat in Italië. De plaats ontschiet me even. Dit is een replica. Die lag in de kringloop. En die konden ze niet verkopen, want allebei zijn benen waren gebroken. En mijn vrouw kreeg hem mee voor €5. Ja. En ik heb zijn benen gelijmd. En hij staat nu al jaren bij mij in de tuin op een voetstuk. En iedere keer als ik hem zie, dan denk ik aan die tekst die Johannes uitspreekt. Dat heeft God tegen Samuel uitspreekt, heeft God tegen de profeet Samuel gezegd. De Heere, en daar gaat hij mee naar koning Saul. Dan zegt hij, de Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. Paulus zegt erbij, die al zijn bevelen zal volbrengen. Ja. En als ik het beeldje zie staan, dan denk ik, ja, God wist wie die uitkoos. Dit is een man naar mijn hart. En we weten allemaal de foute dingen van David. Die weten we vaak heel flink uit te lichten. God zegt, dit is een man naar mijn hart. En dat is zo grandioos. God wist, met deze man kom ik heel ver. En daarom kiest hij hem uit. Ja, maar kiest God dan echt de meest geschikte persoon voor iemand? Eigenlijk iemand die perfect is? Geschikt is het woord niet. David heeft ook zijn fouten gemaakt, toch? Ja, en niet zo zuinig ook. Maar dat wist God ook. Kijk, als God iemand uitkiest, is over uitverkiezing natuurlijk altijd heel veel te doen. Als God iemand, ik zeg het wel eens zo, als God iemand uitkiest, dan doet hij dat pas nadat hij eerst zijn biografie gelezen heeft. Ja, ja. Dat klinkt natuurlijk gek. Maar God had het boek van David gelezen. Hij wist hoe het zou beginnen, hoe het verder zou. Hij kende zijn, David zegt dat, hij kende mijn vormeloos begin. Was hij nog in de baarmoeder, toen wist God het al. En God begon en God wist dat het mis zou gaan. Mm. Maar God wist, dit is een man naar mijn hart. Wat er ook gebeurt, hij zal nooit van mij los kunnen komen. En wat er ook gebeurt, ik zal nooit van hem los kunnen komen. Mm. David was een man naar zijn hart. Ja. Voor Bathsheba. Ja. En David was een man naar zijn hart. Na Bathsheba. God is heel wat groter dan al onze zonden bij elkaar. Ja. Nu, we hebben het in deze aflevering over de zondeval. Over de mens die uiteindelijk niet kon voldoen aan dat plan wat God met hem heeft. En uiteindelijk had God daar de ultieme oplossing voor. Dat was zijn zoon Jezus die naar de aarde kwam. Ja, ja. Iemand heeft ons gezegd, hij had de operatiekamer klaar. God wist wat er zou gebeuren, hoewel de mens volkomen zelf verantwoordelijk was daarvoor. Maar het paste in Gods plan. Want het is natuurlijk, wij denken, het draait allemaal om de zondeval. Ja. Dat is helemaal niet waar. De zondeval past in Gods plan. God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Ook zonde, dat is heel merkwaardig. Zonde brengt ons, als we weten dat God vergeeft en ondanks onze zonde van ons houdt, brengt dat ons ontzettend dicht bij God. Ik ben gek op God, in alle eerbied zeg ik dat.
Omdat hij wordt niet in me teleurgesteld, terwijl hij weet hoe vaak of hij in me teleurgesteld wordt. Ja. Nee hoor, zegt de Heer God, geen enkel probleem. Ik ben met je begonnen en we gaan gewoon door. En na de zondeval is het natuurlijk veel mooier, want voor de zondeval waren Adam en Eva mensen die nooit gezondigd hadden. En als God die tot die grote hoogte, tot zijn meesterwerk had kunnen leiden, was dat grandioos geweest. Ja. Maar nu zakken ze in het ravijn. Ja. En God pakt ze op. En God gaat met die gevallen appeltjes die van de boom afgevallen zijn, brengt ze weer op niveau en gaat met zijn oorspronkelijke plan verder. Genade is natuurlijk, wij passen genade bijna altijd toe op onze zonde. We zeggen wij zijn zondaars, maar Jezus is voor onze zonde gestorven. En dat is de genade die God ons geeft. Dat is waar, maar het is maar zo'n klein stukje van de genade die God ons geeft. Want God zet ons weer op de rit en gaat ons dan een leven lang genade betonen om veranderd te worden naar zijn beeld. Dat is genade. Dat is genade in al zijn volheid. Om te worden wat God, wat God met voor ons ogen heeft. Ja. 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 Nu, waarom schept God er blijkbaar genoegen in om met mensen die niet perfect zijn, zijn meesterwerk te gaan voltooien? Omdat hij daar, denk ik, heel erg door geëerd wordt. Het is natuurlijk, ik weet niet hoe jij in elkaar zit. Ik weet wel een beetje hoe ik in elkaar zit. En ik heb me vaak verwonderd dat ik dacht, God, u wist wie ik was. U wist wat er nog mis zou gaan. En toch begon u. Ja. Dat is toch heerlijk. En de Bijbel is vol van dit soort mensen. We hebben David even genoemd. Maar de Bijbel is vol van dit soort mensen die het niet van zichzelf verwachten. Die weten dat het pure genade is. En toch zien dat God, ik denk dat God veel meer geëerd wordt in een gevallen appeltje dan in een appel. Dat zie je ook in het Nieuwe Testament wel. Daar waren mensen die dachten, ik doe het goed. Ja. En Jezus zegt, ja, maar ik ben gekomen voor de verloren. Zodat de mensen in ieder geval niet kan zeggen van, kijk eens hoe goed ik het heb gedaan. Nee. Dat is voor God. Kijk, er zijn twee dingen die ons van God afhouden. Eén is ongerechtigheid, zonde. Maar het andere is eigen gerechtigheid. Dat je denkt, ja, maar wacht eens even. Ga dan maar invullen. De mannen in het Nieuwe Testament kom je dat heel sterk in tegen van, ja, wij houden de wet en wij zijn degene die het weten en wij zijn gehoorzaam en... En daar heeft de Heer een harde boodschap voor. Wee u, zegt hij, wee u. En dan komt hij met die zulke gelijkenissen als... Je moet weten hoe verloren je bent zonder God. Zoals die appeltjes die niks meer kunnen dan alleen maar opgeraapt worden en weer in contact met God worden gebracht. De Heer Jezus heeft drie gelijkenissen daarover. Eén is, een man had een kudde met 100 schapen. En dan gaat er eentje die verdwaalt. En een verdwaald schaap is nooit in staat om in zijn eentje de herder terug te vinden. Kan hij niet. De herder moet hem vinden. Ja. En de herder laat alle 99 achter en gaat net zo lang zoeken tot hij hem heeft. Dat is God. Dan komt hij met een tweede gelijkenis. Dan zegt hij, die was een weduwe, die had 10 penningen en ze verliest er één. Nou, er is nog nooit een penning geweest die in staat is om terug te gaan naar zijn eigenaar. Ja. Voel je, daarmee wil hij duidelijk maken, jongens, jullie kunnen dat niet. Het moet van God komen. En uiteindelijk vindt die weduwe die penning en houdt ze feest, want ze heeft die penning gevonden. En dan komt hij met de derde gelijkenis en heeft het over een vader die 2 zonen had. En één gaat de wereld in en verbrast alles wat hij heeft. En zit dan tussen de zwijnen en heeft met moeite, mag hij nog de schillen eten van die, de varkens dus ook eten. En dan komt hij tot zichzelf. En dan staat er van die jongen, en dat zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk, dat die jongen, hij kwam tot zichzelf en zei, ik zal opstaan tot de vader gaan. Verloren schaap kon het niet, de penning kon het ook niet. En daarmee laat de Heer Jezus zien, je kunt het niet, God moet het doen, God moet het doen. En tegelijkertijd zegt hij, pas op hè. Dat je de bal niet bij de Heere God legt. Dat je niet achterover gaat zitten hangen. Ja, als God me niet komt halen, dan is er toch geen redding voor me. Als ik niet uitverkoren ben, kom ik er nooit. Al dat soort dingen die mensen soms zeggen. Nee, zegt de Heere God, nee. Opstaan. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. En daar heb je die prachtige balans tussen onze eigen verantwoording en tussen het feit dat God begint en dat God het afmaakt. Ja. Je hebt ook een mooie beschrijving in je boek, een voorbeeld van een mijnwerker, hè, die in een mijn gevangen zat. Ik vind dat inderdaad, een aantal jaren geleden was er in Chili een mijnramp. Daar waren 33 mijnwerkers en de schacht die stortte in en die zaten opgesloten in een ruimte 600 meter diep
onder de grond en hadden de eerste 16 dagen geen enkel contact met de bovenwereld. Dus die waren, hadden geen keus, die zouden daar sterven als er niks gebeurde. Toen ik dat zag op televisie, raakte mij dat enorm. Ik dacht, dat is nou de situatie van een mens zonder God. Totaal afgesloten. Afgesloten, je bent gewoon verloren. Als God niet iets zou doen, dan ben je net als die penning. Je kunt de eigenaar niet terugvinden, of dat kan je niet. En dat was met die mijn, dat kwam heel sterk op me af. Ik dacht, dit is nou de mens zonder God. Absoluut verloren, tot niets in staat. En dan gaan ze boven toch een oplossing vinden. Ze maken een schacht van 600 meter, een ruimte. En dan maken een kooi die erin past. En ze nemen een hijsinstallatie, die kan die kooi laten zakken en de kooi naar boven trekken. En dan naast bijna 70 dagen gaat die kooi naar beneden en worden één voor één die mijnwerkers naar boven gehaald. En ze, allemaal zijn ze dus gered geworden. Dat was een wonder toen. Stel nou, dat is natuurlijk fantasie, maar stel nou één van die mijnwerkers die komt naar boven en die stapt uit de kooi vandaan en hij doet zijn duimen achter zijn revers en zegt zo, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Ik gebruik dat vaak in een samenkomst. Ja. Hè? En dan vraag ik, heeft hij gelijk of heeft hij niet gelijk? Nou, dat lijkt me niet, nee, toch? Had niet gelijk? Tuurlijk had hij gelijk. Hmm. Als hij niet was ingestapt, was hij niet gered. Dat is absoluut de waar. Ja. Voel je? En daar heb je het ja en het nee, waar wij in ons christendom zo vaak aan fout gaan. De een pakt de ene waarheid en wordt een vijand van de ander die die andere waarheid pakt. Terwijl de werkelijkheid heel vaak is, allebei die waarheden zijn waar. Het is helemaal waar, als je niet was ingestapt, was je niet gered. Ja. Zeg ik in een samenkomst tegen mensen, ik denk, jongens, als jullie niet instappen, word je niet gered. Zo simpel is dat. Maar de andere kant is natuurlijk dat hij absoluut ongelijk had. Als ze boven niet gezorgd hadden voor een schacht en een kooi en een hijsinstallatie, was er gewoon niks om in te stappen. Ja. En als God zijn zoon niet gegeven had, die uit de hemel op de aarde gekomen is en voor ons is gestorven en opgestaan, was er voor ons helemaal geen redding. Maar nu is het er wel. Mm. En diezelfde man, die gaat erachter komen dat als hij ingestapt is en een tijdje met de Heere God wandelt, dan weet hij zelfs dat instappen was niet mijn werk, was Gods werk. Dus God en God alleen. En tussen die twee dingen ligt het. Ja. Dus het schaap kan het niet. De volle penning kan het niet. Hmm. Maar de Heer die gebruikt heel bewust, denk ik, die derde gelijkenis. Dat laat je kijk uit, hè. Dat je niet de verantwoording bij God legt. Dat je, nou, ik wil niet uitverkoren ben, kom ik er toch niet. Nee. Jij moet zo opstaan. Zo makkelijk is het niet. Jij moet instappen. Ja. Jij moet naar je vader gaan. Ja. Komt toch ook een beetje de vraag bij mij op. Want als mens zijn we geneigd tot zonde, tot het doen van de verkeerde. Dat zie je ook door de hele geschiedenis heen, dat dat altijd gebeurt. Ja. Vraagt God ons dan niet te veel door ons te vragen om zonder zonde te zijn? Om op zijn zoon steeds meer te gaan lijken? Hij zou te veel vragen als wij dat zelf moesten realiseren. Ja, maar het wonder van het evangelie is natuurlijk, Jezus stierf voor onze zonde. En dat is zo radicaal, jongen. Dat is, ik vind dat wij vaak zo moeilijk doen over zonde. En aan de ene kant moet je moeilijk doen over zonde. Aan de andere kant moet je denken, wat een oplossing. Ja. Want Jezus was niet de enige die stierf. Hij nam jou en mij mee. Wij zijn met Christus gekruisigd. Wanneer zondig jij niet meer? Als je dood bent, nou daar ben je. Ja. Zo simpel is het in wezen. En dat moet je natuurlijk jarenlang leren om daaruit te leven. En dan ga je tot je vreugde ontdekken dat zondigen niet meer een regel is in je leven, maar een uitzondering. Ja, maar terwijl je wel de hele tijd in je leven wordt geconfronteerd met verleidingen. Ja, en met problemen. En je kunt tot het eind van de rit misgaan. Ja. Dus laten we niet denken, er komt ooit een tijd dat ik niet, absoluut niet, wie meent te staan, zegt de Heer, of zegt de Bijbel, kijk uit dat je niet valt. Ja. Dus zodra je denkt, nou jongens, dus, maar in die afhankelijkheid van God is daar natuurlijk in de Bijbel een maatstaf die heel hoog ligt. Johannes zegt in zijn brief bijvoorbeeld, wie in hem blijft zondigt niet. Mm. Ja, dat is de voorwaarde. Hij vraagt niet van ons om niet te zondigen. Mm-hmm. Hij vraagt van ons om in hem te blijven. Om te leven vanuit diegene die in je woont en die zijn leven in je gaat leven. Mm-hmm. En dan vraagt God niet te veel. En nogmaals, als het misgaat, dan zegt ook Johannes, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Ja. Dus als het misgaat, en dat maakt het ook zo
zo close, zo... Tuurlijk gaat het mis, ook in mijn leven. Maar ik kan niet leven als het misgaat. Dan, vroeger kon ik zeggen, ja, zonde, we zijn allemaal zondaars. Zo sprak je erover. Nu, als er wat misgaat in mijn leven... Dan stik ik bijna in. Ja. Dan zeg ik, God, vergeef me wat ik gedaan. En dan moet ik het soms naar mensen toe gaan goedmaken als die ermee te maken hebben. Ja. Maar zonde gaat zo zwaar wegen, enerzijds. Anderzijds, je merkt, het wordt toch een uitzondering in je leven, want je wil in hem blijven. En dan merk je toch dat je leven anders wordt. Ja. En dat je gaat lijken op het beeld van de Heer Jezus. En dat is wat God wil. Ja, je gebruikt wel eens het voorbeeld van Maarten Luther. Hè? Die zei van, je kan niet voorkomen dat er vogels over je heen vliegen, maar je kan wel voorkomen dat er vogels een nest bouwen. Ja, ja, dat was inderdaad wat Maarten Luther zei. Je kunt niet voorkomen dat de vogels over je hoofd vliegen. Dus met gedachten, er komt zoveel op ons af en dat kan je niet voorkomen. We zitten allemaal midden in de wereld, daar kom je niet onderuit. Maar je kan wel voorkomen dat die vogel een nestje in je haar gaat bouwen. Mm-hmm. Ik zei dat een keer op een mannendag. Nee, ik zei dat niet, maar er ging een man staan, toen hadden we het over zonde. En die noemde dit voorbeeld. En die man die was zo kaal als wat, die had geen haar op zijn hoofd. Dus ik kon niet anders zeggen dan, nou dat wordt voor jou wel erg moeilijk als je een nestje daar bouwen. Dus dat is voor mannen natuurlijk, waar 600 mannen bij. Ja. Ah, dat was meteen raak. Dat was vreselijk leuk. Maar dat werkt niet. Maar we kunnen dat wel voorkomen. Met gedachten moeten we onmiddellijk, toen ik hier naartoe reed, kwam de gedachte bij me op. Laten de woorden van je mond en de overdenkingen, de overleggingen van je hart, God welgevallig zijn. Je kunt elke negatieve gedachte, hoe dan ook, meteen bij Golgotha brengen, bij het kruisbrengen. Zeggen, Heer, vergeef me. Zo moet ik niet denken. En als zo'n gedachte altijd terugkomt bij iemand? Dan ga je altijd dat weer tegen God vertellen. En dan merk je toch dat er een tijd komt dat... wij hadden vroeger een in ons bedrijf, waar ik 15 jaar in gezeten heb, daar hadden we een jongen die kwam elke morgen te laat. Mm. En dan stond ik me mateloos aan te irriteren. Ik was zelf jong en driftig en dan ging ik naar hem toe en dan zei ik, ben je weer te laat en zo. En dan had ik er laatst spijt van, dat had ik niet moeten doen. Dan ging ik naar hem toe en zei, joh, wil je me vergeven dat ik zo tegen je tekeer ging? En dat gebeurde een flink aantal keren, dat op een gegeven moment zei hij tegen me, je komt zeker weer vergeving vragen. En dat was inderdaad, maar het heeft mij wel geleerd om vanaf die tijd te aanvaarden dat die jongen soms te laat kwam. Ja. Dus God vormt ons door de praktijk van het leven en maakt ons naar het beeld van zijn zoon. Dat is pure genade, maar hij kan het hoor. Ondanks de gevallen staat van de mensen hebben we toch... Oh, dankzij God in staat God om... God komt er echt uit. Ik zit te denken aan een tekst, maar ik zal hem in de... Want onze tijd is om in de volgende aflevering even noemen dat God gezegd heeft... Nee, ik maak mijn meesterwerk af. Gaan we doen. Dankjewel, Henk. Jullie ook bedankt voor het kijken. Dit was weer een aflevering van onze serie Het Meesterwerk van God. In de volgende aflevering gaan we in de 7 zendbrieven duiken. En met name in de eerste, die gaat over de brief aan de Efeziërs. Denk eens aan een huwelijk. We groeien zomaar uit elkaar, dat is niet zo moeilijk. En dan is er een God die kan jou liefde geven uit zijn onuitputtelijke bron, waardoor je die ander weer lief gaat hebben. En zo sta je in het leven en merk je dat God de dingen geeft die je uit jezelf niet hebt. En dat is de eerste liefde en daar moeten we naar terug. En dat betekent dat mensen allemaal leren moeten om iets persoonlijks op te bouwen met God zelf.